De nabestaanden van de massaslachting 37 jaar geleden in het dorp Moiwana in Marowijne zijn nog steeds strijdvaardig. In 2005 is er een internationaal vonnis uitgesproken, welke nog steeds niet is uitgevoerd door de Surinaamse regering. Daar moet verandering in komen. Gisteren vond de herdenking plaats bij het monument aan de Oost-West-verbinding. Bij het monument zijn 39 zuilen geplaatst. 1 voor elk van de slachtoffers van de slachting onder de bevolking van het dorp Moiwana op 29 november 1986. De namen van de slachtoffers, kinderen en volwassenen, zijn in het Afaka opgeschreven. De 11 meter lange zuil staat voor de Kibiman, de beschermheer van de gemeenschap, en op elk van de 4 zuilen staat het symbool voor saamhorigheid. André Ayentuna, voorzitter van Stichting Moiwana, toonde zich vastberaden door te stellen niet te zullen opgeven aan de strijd voor het uitvoeren van het vonnis. Het Moiwana-vonnis moet gerespecteerd worden. En ook toen, deze bepaalde activiteiten voor naar Moiwana, we gaan niet stoppen, maar deze Moluku, dat je de respectie van ons, dat je, of we maar ook een keer groeien, wang je moet dat je, en van ons de respectie van ons. Omdat we hier op kind toe aan toe zijn, trouwens maar bij consensie, trouwens maar bij dat je, en zonder opdracht voor Moiwana, no one activiteiten moet voor naar Moiwana, zonder als een noleker voor Moiwana. Dat is het duidelijk aan die afvonnis. Een kopie van het vonnis van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens werd overhandigd aan de ambassadeurs van Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten die aanwezig waren bij de herdenking. Volgens Ayentuna voeren Stichting Moiwana en Stichting 8 december dezelfde strijd. De Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos zei aanwezig te zijn op de herdenking als ondersteuning aan de nabestaanden. Die hun naasten op brute lijve uit jullie leven weggerukt hebben zien worden. Het leed dat u is aangericht en de doorwerking die dat nog altijd heeft op jullie levens, is al herhaaldelijk door jullie verwoord, ook al lijkt het soms alsof jullie woorden niet worden gehoord. En ik wil jullie graag allemaal mijn diepste respect betonen, want ik kan mij werkelijk geen voorstelling maken wat jullie hebben meegemaakt en nog altijd moeten doorstaan. Veel nabestaanden zijn na de gruwelheden in Moiwana gevlucht naar Frans-Guyana, waar velen vandaag de dag nog steeds wonen.